So can you explain to me what's families are? Yes, this is the name of the family, and this line is how many family members they have. And here is where which city they fled from, and they all fled from Baghdad, as you can see. Alle families in het dorp zijn gevlucht nadat ze bedreigd werden. Verdwijn, christen, of je wordt vermoord. Dat was meestal de boodschap. En diverse mannen en zonen van deze families zijn ook vermoord. Carla ontmoet het oude echtpaar Maher. Ze zijn weggevlucht uit Baghdad. Hun zoon Jorni is daar omgekomen bij een bomaanslag. Nog elke dag denken ze aan hem. Can you show me? How old was he? Kom maar, zijn we? Kom aan, jouw klas in. 38. 37 or 38. And this is his wife? Yes, his wife. So his child was now born. Na de aanslag is het echtpaar doodsbang. Ook zij worden bedreigd. What was in the letters? شو كان ما يكتبوا بالورقة؟ يكتبوا دم 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 مخن مخدوري لي ضرب على مخن يلا حركوا. And who would write the letters? من كان يكتب هذا الرسالة؟ إرهابية. We don't know. It must have been the terrorists. En dan, als onze tolk nog aan het vertalen is, gebeurt er dit. Islam no good. Almost every. Islam no good. Hey, no good. Haar man maant haar tot stilte en is hier bang. Overal om ons heen merken we de angst om te spreken. Iedereen kan een verrader zijn. En morgen kun je dood zijn. Het echtpaar Maher vlucht weg uit Baghdad. Bij aankomst hier in het noorden van Irak wonen ze eerst 2 jaar lang in tenten. Nu hebben ze een huisje dat voor vluchtelingen uit de grond is gestampt. So, what is your life here now? Banen zijn hier niet, dus het echtpaar heeft geen inkomen. Maar ze klagen niet. Ze zijn dankbaar voor de voedselhulp. Deze kast lijkt vol. Maar van het gekregen voedsel moet het echtpaar Maher 3 maanden rondkomen. Er zijn 100.000 Assyrische christenen die al tientallen jaren van de ene plek naar de andere gejaagd worden met het nodige geweld. Deze mensen zijn op dit moment in hun oude dorp, zeg maar, teruggekomen en denken hier nooit meer weg te kunnen. Ze zijn afhankelijk van voedselhulp. En dit project bereikt op dit moment iets meer dan 100 mensen. Maar er zijn in al deze dorpen duizenden mensen die uw hulp nodig hebben om regelmatig voedselpakketten te krijgen. Helpt u mee. Carla helpt vandaag mee met het uitdelen van voedselpakketten. So this is for 23 families. Yes, 23 families who have fled from Baghdad to this village. Their original village. The original village. Yes. They lived here. Yes. De gevluchte Assyrische christenen komen oorspronkelijk uit het noorden van Irak. Zo'n 50 jaar geleden woonden de ouders van deze vluchtelingen nog in dit dorp en ze bezaten er land. Maar nu wordt Noord-Irak bestuurd door Koerden en dat heeft gevolgen voor de vluchtelingen. So there were houses to come back to? The old houses were broken or burned down, so these houses are new built. So that's a good case. It's a good case that they have these houses, but since the land of the village is occupied by Kurds who have come into the village, so they have no job, they have no income, no land to grow, something to eat. So they're dependent on this food. Ook hotelmanager Jacob is afhankelijk van voedselhulp. En Jacob is weer terug op de grond waar hij geboren is. In 1961 zijn zijn ouders hier weggevlucht vanwege gevechten met Koerden. Nu is Jacob weer teruggevlucht. Ja, ik ga gewoon naar huis. Het was een
حيوانات يم عايش أخوة أغنام من ديان يعيشي ويعيش أخوة يعني عايش رندي وسباي وهو يعني أنا زورنا بس يتخرن بابواتي سواتي محكي والي فقم هجرين المخانخات لنا بغداد بدينا همينا من الصفر درس لان وقم لان وخرج لان كليات وزولنا البتاني وبلخ لان وهمينا قم هديدين قم مضرين خبيخنا الأخة ولا ذهب المستقبل أكب تاوخ يعني بصراحة لا يدخ أكب تاوخ 47 jaar na de vlucht uit zijn geboortedorp is Jacob weer terug. Zijn ouders bezaten hier vroeger veel land, maar dat is nu van de Koerden. En alleen dit kleine tuintje is nog van hem. In Baghdad you had a good job and a good life. How do you feel about getting food support like this? والله يعني طبعا يعني غزايل اخذ شيء مثل الا يعني خازخ له مخعابات يعني تشخ له مساعدات احنا لخليبه يعني احنا عراقيين اغنياء يعني بلد غني العراق العراق يعني الامكانيات التموارد يعني عابل العراقي تشاق المساعدات لازم اخني واخ مساعدات تعلمه بس يعني حكام دين لا لصباي ولهذا قم مطينا لي مرحله De komende maand voeren we actie voor de vervolgde christenen van Irak. De meeste christenen zijn het land uitgevlucht, maar deze mensen moeten hier zien te overleven. We willen helpen met voedsel en medische zorg. Helpt u mee? Stort uw bijdrage op Giro 300 300. Onder vermelding van Irak. Mm-hmm.